Van Hoeke is een waardegedreven familiebedrijf dat reeds meer dan 50 jaar bestaat. Expert in functioneel meubelbeslag. En de laatste 5 jaar hebben wij een eigen productie van onze Tower houten lades aangevat. Onze kwaliteit is vooral als organisatie dat wij snel en betrouwbaar kwalitatieve producten aan onze klanten aanleveren, waarbij wij een minimum order quantity van 1 trachten na te streven. Van Hoeke kent een sterk groeiparcours. Sinds 2016 steeg de omzet met een derde tot 72 miljoen euro. Er wordt continu geïnvesteerd in deze fabriek. Naast operationele excellentie ligt de focus nu ook op customer intimacy. Het pad van Factory of the Future is voor ons in die zin belangrijk dat wij al een bepaald niveau als organisatie bereikt hebben, maar dat wij toch eigenlijk verdere stappen willen zetten. En in die zin helpt dit model ons eigenlijk als streefdoel om verder te evolueren en zeker niet te blijven stilstaan. Wij gaan ook starten met Van Hoeke Circle, waar wij eigenlijk gaan luisteren naar onze klanten en kijken van welke input klanten kunnen brengen, zodanig dat wij samen met onze klanten verder kunnen evolueren. Onze klanten die moeten vooral voelen dat wij een Factory of the Future zijn. Vandaar dat wij ook Extreme Customer Centricity als bijkomend aspect naast Factory of the Future hebben aangehaald. De productie van lades is sterk geautomatiseerd en tegelijkertijd blijft Van Hoeke ook aanwerven. Optimale samenwerking tussen mens en machine is een belangrijk deel van het succes. We hebben ook schermen geïnstalleerd aan elke lijn, waarbij dat de medewerkers on the spot eigenlijk kunnen zien wat hun bijdrage is tot het geheel. Dus zij krijgen eigenlijk om de 5 minuten een refresh van de performantie van de lijnen. En dan kunnen zij zien wat hun impact op dat geheel is. Automatisering en digitalisering gaan hier dus hand in hand met een organisatie op mensenmaat. Om te werken in een bedrijf dat dat woord heeft gekregen van Factory of Future, maakt u als medewerker wel een beetje fee. We hebben nu een hele productie van Tower die eigenlijk volledig geautomatiseerd wordt. En dat is een heel lang proces geweest. We hebben die kennis in huis moeten vergaren om de mensen te leren laten werken met zo'n machine. Dus dat heeft heel veel in gang gezet, maar dat heeft ook gezorgd dat we heel mooi hebben kunnen evolueren. Zowel het bedrijf zelf als onze producten, als de medewerkers, die eigenlijk hebben leren werken op een heel andere manier, dankzij die automatisering.